Nou, welkom allemaal. Dit is de vierde episode van Dwaas tot Baas. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken voor de afgelopen drie episodes. We waarderen natuurlijk dat jullie elke week blijven kijken. Vandaag zullen we ons best in ieder geval gaan doen om weer brons te gaan halen. Dus wie gaat voor ons natuurlijk beginnen? Dat is volgens mij Thibo. Ja, vandaag is het weer mijn beurt. Joey was in aflevering 3 geëindigd, dus ik ga het weer oppakken vandaag. En je gaat vandaag brons halen, Thibo? Dat is de bedoeling, hè? Ja, we hebben het beloofd aan de kijkers, dus we moeten hem wel halen. Ik moet het wel voor jullie doen, dus we hebben nu 448 punten. Mm-hmm. En wat is het? Ja, per wedstrijd hou je iets van 60 punten. Dus misschien dat we als ik één keer zou winnen nu, dat we het misschien behalen en anders... En dan gaan we gewoon door. Ja. Dat lijkt naar superbrons. En mocht ik het niet halen, dan moet jij je eerste debuut maken, met je winst in ieder geval. Precies, ja. Dus, en ik ben er tussenin ook nog, dus geen pressure. Ja. Nee, daarom. Sowieso is geen pressure, dus... We gaan ons best doen en veel kijkplezier in ieder geval. Ik ben benieuwd wie je gaat kiezen. Wordt het gewoon weer Ken of... Bison? Ik heb wel geoefend met Bison deze afgelopen dag, maar ik wil wel even die 500 punten binnenhalen. Dus ik wil het even op safe spelen. Oké, kies maar je kaart. Komt wel goed. Ik ga weer gewoon verder met Ken. Mm-hmm. Ken the man. Ja, en er is ook een nieuwe update uit, hè? Sinds, wat is het? Klopt. Een paar dagen. Ja. Alex is erbij gekomen. Is ook best wel een leuk karakter. 30 maart, zoiets. Klopt. Hij is van Third Strike. Dus van de officiële derde Street Fighter is dat eigenlijk. En wat heel erg leuk aan hem is, zeg maar, is dat hij een grappler character is, maar ook een striking character. Dus hij heeft meerdere dingen tegelijk. Ja. En ik heb ook een beetje met hem geoefend en ik vond hem eigenlijk best wel goed spelen. Maar ik blijf wel met Zangief spelen hoor, dat blijft mijn main character. Maar ik ben er wel van in de toekomst Alex er waarschijnlijk aan toe te komen. Kan je hem een beetje vergelijken als Zangief? Niet echt. Zangief is gewoon veel langzamer en sterker. Ja, precies. Alex is veel sneller. Veel sneller. Ik dacht dat Alex misschien sterker was. Nee. Zangief slaat harder. Okay. Ja, dat zeker. Zangief slaat zeker harder. Alleen Alex heeft gewoon meer opties. Alex kan je meer beter vastpakken en zo. Je moet even je poppetje weer in Ken veranderen. Oké. Daar staat wat staat weer op Zangief inderdaad? Nog van mijn vorige match. En we gaan weer naar Ken. Ken Masters, Billionaire Playboy. De man die het onmogelijke mogelijk maakt door altijd tegen zichzelf te spelen. Ja, we hebben echt heel vaak tegen Ken gespeeld. Volgens mij elke Alibo minstens één keer tegen een andere Ken gespeeld. Ja, ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren. Je hebt in het begin tegen Wii U gespeeld, maar dat was het eigenlijk. En mensen zijn benieuwd hoe jij bent tegen andere matchen, want ze weten hoe goed je bent tegen Ken. Maar hoe goed ben jij tegen andere poppetjes? Ja, ik heb... Je moet ook even aanzetten dat je match zoekt. Stond hij niet aan? Ik dacht dat dat af was. Nee, kijk maar. Boven staat of. Dat ben ik even vergeten. Nee, maakt ook niet uit. Het is alleen vervelend voor de fans. Ja, sorry. Sorry mensen. Ja. Nee, waar ik het meeste moeite tegen heb, dat is wel types die onverwachte skills hebben. Dus dan moet je denken aan Bison, aan een Chun-Li, Vega, Karin ook nog wel. En Mika? Mika, die is ook wel vervelend. Ja, is precies. Ook een grappler. Ik zie dat ik een match heb. We starten hem in, zou ik zeggen. Nou, Sylvester, je hebt volgens mij deze afgelopen week best wel goed gevoeld, hè? Ja, ik heb best wel goed gevoeld eigenlijk. Vooral veel trials gedaan eigenlijk ook. Oh ja, die zijn er ook nieuw ingekomen in de update inderdaad. Dus ik kon ook een beetje kijken van, wat voor combo's heeft Ryu. Dus daar kon ik ook een beetje mee oefenen eigenlijk. Maar, heeft het geholpen, die trials? Het gaf me wel meer inzicht van wat Ryu echt precies kan allemaal. Dus. Ja, daar zijn ze zeker goed voor in die trials. Dus dan is het zeker wel handig om dat gewoon te doen, vooral als mij als beginner. Dus, je moet tegen een Dalsim, met 0 punten, level 0, maar dat zegt niks. Dat zegt niks. Nee, precies. Een Dalsim is best wel vervelend. Precies. Ja. En het is ook zo dat ik gewoon te weinig tegen een Dalsim heb. Ja, maar het is dat je tegen mij als Dalsim speelt. En ik heb ook een paar keer tegen hem. Ik kan heel goed spelen als Dalsim. Dus als hij ook gewoon noob speelt, dan weet je gewoon wat je moet doen. Ik hoop dat het goed gaat. Ik gok, ik weet niet zeker, dat hij gelijk op R2 gaat drukken. Oh nee, verrassing. Ibo, ik zou gewoon proberen te comboen tegen deze jongen. Jij kan het wel. Kan ook dat hij natuurlijk hiervoor heel veel casuals heeft gespeeld, dan zie je ook natuurlijk niet de punten heeft.
Maar zo te zien probeert hij te veel vanuit de lucht die draaiende schop te doen en ze slijten en weg te komen. Ja. Want de meeste Dalsmen die goed zijn, die kunnen ook vaak heel goed teleporteren en zo. En dat gebruikt deze unit heel erg. En wat er nu ook nieuw is in deze update is eigenlijk dat je, als je een match verliest, kan je gelijk nog een keer erachteraan gaan. Precies, dus 2 uit 3 moet je winnen. 2 uit 3 moet je winnen, precies. Ja. Jouw controls staan nog aan. Oh, van mij staan nog steeds aan? Ja. Maar ja, dat maakt voor jou in dit geval niet toch niet uit. Je gaat dit gewoon doen, weet je, dat doe je. Eerste ronde is voor mij. En je kan nu niet meer pauze zeggen. Nee, dat is vervelend. Maar het komt goed. Ja, kijk, wat ik namelijk heb gedaan, ik heb mijn controle een beetje aangepast. Dus ik speel met L1 als mijn heavy kick. En ja, Ibo heeft natuurlijk alle knoppen al op 1 duim zitten. Dus dat is bij hem omgedraaid. Dus hij heeft nu eigenlijk geen goede heavy kick meer. Maar ja, Ibo speelt graag met een handicap, want dan kan hij laten zien hoe goed hij is. Dus... Nou? Een heavy kick gebruikt hij toch nooit. Hey Ibo? Ja. Hij gaat alles op de grond doen. Hij trapt deze jongen af. Goed zo. En deze Dalsam heeft niet zo heel veel skill, dus je kan gewoon comboen. Zie je? Lekker man. Oh, je sluit het gewoon nog stijlvol af ook. Nice. Ik heb gewoon goed gewonnen, denk ik. Maar, ja, gewoon ook nog even gewoon een critical art in zijn face gewoon. Hij heeft hem niet afgemaakt, vond ik wel jammer. Nee, dat is ook vreemd. Nee, omdat hij waarschijnlijk was aan het blokken ofzo. Of niet? Of nee, hij had gestunt. Kan niet, je had hem al... Oh, had hij bijna stunt. Nou, dat kan ook zo, als hij gestunt is, dan... Ja, klopt. Maar We hebben gelijk onze mond gepakt en daar hebben we het voor gedaan. Yes, dus in feite kunnen we nu gelijk klaar, afsluiten en... Je moet nog een keer. Je moet die mensen het recht geven om jou een runback te geven. Oké. De salty runback is dit. Kan ook dat hij gewoon gehosteld hebt, hè, nu? Dat kan ook, en dat hij nu zijn ware aard laat zien. En dan speel je nog steeds zonder R2 knop. Nou, je kan wel je 3 kick gewoon gebruiken als schop. Kijken of hij nu anders gaat spelen. Ik denk het namelijk niet. Want nu als je hem juist op afstand houdt, dan help je Dalsam juist. Het is dichtbij wanneer hij gewoon helemaal kapot gaat. Hij blokt ook niet zo heel veel, moet ik zeggen. Dus we gaan er gewoon in. Dat is jouw speelstijl. Mooie eerste ronde. Het scheelde niet veel van de perfect. Niet veel, maar... Ik denk als je gelijk erin was gegaan, had je misschien gewoon helemaal gebonden was gaan. Maar nee, deze jongen is waarschijnlijk, zoals ik ver kan zien, is die redelijk nieuw of in ieder geval al nieuw met Dalsam. Ik denk beide. Ja, want hij... Maar hij gebruikt sommige knoppen best wel goed. Alleen hij gebruikt de specials niet goed. Dus ja... Daar kan je ook niet zoveel met Dalsam doen. Dalsam is best wel een moeilijke character ook om te spelen. En vereist ook heel veel geduld, want alles wat hij doet is heel langzaam. Zijn draaiende schop is langzaam, zijn sprong is langzaam. Wow. Komt echt door die controls, maar... Ja. Maar het gaat je wel lukken. Komt zeker wel goed. Hoppa, die had ook een heerlijk. Dan gaat hij met die draaiende schop. Niet te veel aan zijn gimmick laten komen. Want hij is nu alleen maar bezig om vanuit de lucht je aan te vallen. Ik denk dat daar geen kans toe. Slijding City, ja, goed zo. Goed gelezen. Hij gaat weer slijden. Nu doe ik weer korte. Ja, juist, heel goed gedaan. Goed zo. Nou. Technisch uitgespeeld. Het ging iets minder dan de eerste potje, ja, maar jij, je moet niet vergeten, hij speelt zonder R2 knop. Dat is ook zo. Dat is zo. Dus ja, Sylvester, volgens mij ben we jij hebben dan... We nu direct 2 wins achter elkaar. Ja, we zitten in onze bronzen league. Op weg naar... wat is nou, het? Ja, eerst superbrons. Hè? Dan ultrabrons en dan zijn we bij zilver. Dus dat gaat nog wel even duren. Sylvester, ik ben benieuwd wat jouw training heeft gedaan. Je moet even de profiel, de profile van... De profile, Critical Attack Gaming. Inhouden. Nog een keer. Overschakelen naar andere gebruiker. Ik vind wel dat ze die keuze wat eerlijk hebben gemaakt. Dat op het moment dat je tegen iemand speelt en je hebt gewonnen of verloren, dat je de kans krijgt om...
om weer terug te gaan. Een herkansing. Ja, ik vind eigenlijk dat ze het verplicht moeten maken, zeg ik eerlijk. Ja? Ik zou dat eigenlijk beter vinden, want kijk, bij alle grote toernooien spelen ze ook natuurlijk gewoon steeds sets van tot 3. Dat is waar. Kijk, en het moet natuurlijk wel dat je het allebei wilt. Het is goed dat ze die optie aan de ene kant vrijwillig hebben gemaakt. Want als je tegen iemand speelt met echt zwaar kut internet, om het zo te noemen. Ja, dan is het natuurlijk dan niet is het oneerlijk als je nog een keer tegen die persoon. Maar dan verlies je wel 2 keer je punten. Of als je met goed spel nog steeds verliest tegen iemand die misschien minder goed speelt. Nou, het beste wat je wel even moet doen is even op start drukken en die controls naar default zetten. Ja, oké. Okay. Dat eerst. Fout, sick. En ook even Ryu kiezen. Ja. Want jij hebt die. Jij hebt niks aan die disadvantage in dat opzicht. Ga even naar controller setting. En gewoon even. Je kan gewoon restore the false eronder klikken. Dat is handiger. Ja, klaar. Close. Volgende. Goed zo, en dan even je character goed zetten. Want dat zou ook weer moeten gebeuren. Ja. Battle settings. Is dat het leukste onderdeel van ons programma? Van zullen ze hun character goed kiezen of niet? Zover is het de enige die altijd geluk heeft, Paul. Ja, nou, het moet wel. Ja. En het is ook wel leuk dat ze die story costumes voor Wii U en Chun-Li de gratis in hadden gezet. Klopt. Ja. En wat was ook weer de reden voor? Omdat het zo lang duurde of zo? Ja, omdat ze te lang hadden gewacht. Met de update, hè? Ja. Ze gaven er te weinig nieuws over, vonden ze zelf. Dus dat is wel zo eerlijk. Precies. Ik ben echt benieuwd of ze Vester de streak weer aan kan zetten, want nu hebben we een 2 winstreak. Ja. Dus het zou een keer leuk zijn. Dat is mijn hoop. Resultaat. Dat je je eerste winst pakt vandaag. Hij heeft thuis wel het een en ander al gewonnen, toch zo? Ja, dat is toch weer wel, maar ja. Dat is anders dan hier, hè? Dat is meer druk. Het podium is groter. Ja, voor andere mensen ook. Ja. Kijken 10.000 mensen per dag naar ons programma. Natuurlijk. Dus ja. Dat zou niet zeggen. Steeds aan daar doen we het voor. Mensen beginnen je ook te herkennen, weet je. Dat is OCAG Gaming. Dat zijn een goed set. Ja. Dat is gewoon het ding. Maar ja, we kunnen ook zien hoe het straks weer gaat, hè, met Sylvester. Het duurt wel weer lang voordat hij alles weer een match vindt. Dat vind ik aan de ene kant zo'n probleem. Wat ook zo is, het is nu dat wij wel in die bronzen league zitten, maar hoe hoog je gaat komen. Hoe moet ik het hard? Ja, dat weet ik uit eigen ervaring. Dat dus, weet wel heel erg uit eigen ervaring. En hoe frustrerend dat kan zijn als je weer naar beneden getrapt wordt. Ja, je wordt dan echt gewoon naar beneden getrapt en niet gewoon heel rustig of zo. Gewoon, maar gewoon echt. Je maakt dan echt een vrije val of zo. Ja. Ja, ik kan jullie echt vertellen, ik stond op, wat was het, eerst 14, 15 punten, ik was helemaal gezakt naar 750 punten. Ja, dat is gewoon. En ik ben weer helemaal teruggekomen naar 1505, maar ik ben nu alweer op 1300, dus ik blijf even aan de deur. Ja. Zo, dit is je. Dit is je kans. Dit is je kans, jongen. Ja. Geen druk, alleen wie een beetje. Wie zou jij moeten? Jij hebt ook vaak tegen Ryu's gespeeld, hè? Volgens mij één keer tegen Nekali. Ik denk dat hij tegen iemand moet van 1500 punten zoiets. Dat kan, dat gebeurt wel eens. Want nu zit je in brons, dus dan kan je ook tegen de divisies hoog komen. Ja. Je komt meestal maar maximaal 1 divisie hoog tegen iemand. Dus. Maar het kan ook dat je tegen een rookie komt en dan misschien. Net als is net, maar toen zaten we nog wel onder de brons. Maar ja, het zegt niks, hè. Heb ik nu ken? Nee. Ja. Nee. Hè? Bent, ik zag je net echt voor kiezen. Jezus. Nee, hij had alleen die defaults gedaan. Nee, hij was ook ik heb ook story. Favorite charge gekozen. Dus heb je een brontje gedrukt? Ik weet echt niet wat er gebeurt, maar... Misschien heb je een brontje gedrukt. Ja, ik heb een fly settings. Ja, maar misschien heb je daar, bij die kiezer, heb je een brontje gedrukt. Nou, maar, succes, dit is jouw eerste dit is jouw eerste keer dat jij even verkeerd met Ken. Laat zien wat je met Ken kan, joh. Nou, dit is een 500 Ryu. Hetzelfde als ons een beetje. De gamer. Je moet zo zien, Ryu en Ken... Is ongeveer hetzelfde. Is ongeveer hetzelfde. Alleen de combo is net iets anders. Goed zo, netjes. Ja, want nu had je normaal gewoon met je eigen Wii U kunnen spelen. Ik ben eruit even met inspringen, ja, lekker. Gewoon even die openingen maken, heel goed, hele simpele combo. Oh, rustig. Hou maar lekker op Asta, laat hem maar naar jou komen. Ja, ik werd heel laag geschoten. Oh, mooi vastgepakt. Heel goed. Goed gedaan.
Ja, je ziet echt wel, kijk, dan moet je uitkijken, want die schop gaat door de vuurbal heen. Jammer, je deed dash. Ja. Ja? Nee, ik wou dingen doen, maar... maar ik vond dat je goed terug was gekomen, want je had in het begin al best wel veel klappen gehad. Ja, mooi ontweken, heel technisch gedaan. Normaal als hij die schop geeft, je weet zelf van Mario, dan kan je daarna gelijk een andere schop teruggeven. Ja. Kijk, mooi. Ja. Misschien is dit net als aflevering 2 en neemt Ken over. Ja, wat jammer joh. Het is aan de ene kant wel jammer dat ze gewoon weg hebben gehaald dat je niet gewoon per match even kan kiezen wie je zou willen zijn. Ja. Weet je, ik snap wel dat dit een soort van sneller moet gaan, maar het is ook wel vervelend dat je, ja, stel ik wil gewoon even met een andere character spelen. Dat je die keuze niet krijgt. Ja, dat je elke keer gewoon hetzelfde zo moet veranderen. Ja. Dat is wel jammer. Nou, kijk uit Zil, hij door die vuurbal heen, hè. Hij weet dat je gaat schieten. Jammer. Jammer. Je kan nu terug tegen hem als je wil, maar je kan ook zeggen van, want als je nu weer terug hem gaat, moet je weer met Ken spelen. Ja, nee, ik ga alleen deze mag die hebben, want ik ga opstaken naar Ray. Ja? Ja. Thijs moet precies. Heb het goed geprobeerd. Dus dan ben ik dan weer aan de beurt nu, zeg maar. Want je hebt nu, want anders start je een hele nieuwe match ding op. Klopt. Ja. Je verteert de previous mode. Nou, we zitten nog in brons. Nog wel? Het is niet zo heel erg. Nee, ik heb er vertrouwen in. Ik denk wel. Je gaat wel, want je speelde al een stuk met beter. Met Ken speelde je al redelijk goed. Ja. De controle is wel bijna op van deze. Dit is wel jammer. Moeten we even. Ik zal even kijken of van andere controle is, eerlijk gezegd. Nou, we moesten even een nieuwe controle regelen, want mijn controle was op. En dan had ik even niet gecheckt, dus excuus voor mijn ongemak. Kan gebeuren. Ik ga in ieder geval wel nu met Sandeep spelen, gelijk de eerste keer. Dat weten we gewoon nu zeker. Dat weet ik niet. Geen fouten meer, weet je. We worden geen fouten meer gemaakt, alleen door Sylvester. Nee. Ik heb nog te goed, hè. Hoeveel had jij er twee? Jij ik heb er eentje, hè. Eentje. Oké. Okay. Okay. Ik ben de king. Maar ik heb niet verloren, weet je. Dus dat komt. Ik heb met View ook helemaal niet verloren. Nee, maar ik heb helemaal niet verloren, okay. Joey. Maar ooit komt ie. Ja, vast wel. Keith the Chief. Kijk hoe boos hij altijd kijkt, hè? Dat snap ik nooit. Maar hij is eigenlijk heel vriendelijk als je zijn verhaal speelt. Hij lijkt heel vriendelijk. Maar hij is ook gewoon heel vriendelijk. Maar hij heeft met beren gevochten. Maar niet hij. Dat doet hij gewoon. Nou, dat is geen probleem voor hem. Ik weet niet, man. Ik vind zijn borst daar wel vreemd, man. Zeg eerlijk. Ja, het wijst een beetje waarheid, hè? En ook in zijn boots ook. Het is ook echt in de vorm van Superman, hè? Als je gewoon. Precies. Die emblem gewoon. Ik ga wel even mijn controls beter zetten. Want ik heb natuurlijk weer andere controls. Moeten we niet vergeten dat we dat weer aanpassen? Ja, dat zou ik dadelijk niet vergeten. Excuses. Joey moet weer speciaal doen, weet je? Ja, nee, maar anders, het is gewoon wat lekkerder om dat te doen. Dan kan ik mijn P-trigger wat beter gebruiken. Het is gewoon wat makkelijker kijken wat ik hier doe. Ben jij in de tussentijd wat beter geworden met zo'n lief? Ik vind zelf van wel. Ja. Yeah. Oh, die kan je niet vastpakken natuurlijk als hij gestemd is. Mm-hmm. Want je bent ook met Zangief dus op je eigen account tot 1500 punten. Nee, klopt ja. Dus dat is wel netjes. Ging wel goed eigenlijk. Dat is iets wat ik zelf nog moet presteren, maar ja. Maar het was een moeilijke weg, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik best. Ik weet hoe het is om je naar beneden geschopt te worden. Ik ben heel erg gefrustreerd geweest. Ja. Klopt, ik ben gewoon nu even een beetje SPD's aan het oefenen. Zodat ik dadelijk niet heel het fout doe. Dus ik word ook wel eens op mijn druk. Hoppa, R1. Je doet er wat langer over met zoeken. Ja, zoeken, staat inderdaad. Op, alleen een 5 sterren moet je doen. Lichter, 4-5 staat hij toch? Nee, 5 wel niet. Ah, nee, dat is niet. Dus dat kan je zo. Want 4 ster valt ook nog altijd. 4 ster valt ook nog. Ja. Nou ja, ik ben ook achter iets nieuws gekomen met Sangri. Ik had vorige keer dat ik aan jullie ook een combo laten zien. Mm. Met de light kick daarna in. Maar als je hem doet met een medium kick, dan werkt hij ook. En de stun rate is hoger en je doet meer damage. En meer damage. Dus ja. Dat zijn de enige dingen die heel erg veranderd zijn, zeg maar. Wat ik een beetje anders doe met Keef. En ik doe de
falling drop doe ik ook, zeg maar. Ja. Dat gaat ook niet zo goed. En even zien. Hij pakt hem goed vast. Ja, het duurt echt heel erg lang voordat er één match komt nu. Want ik weet niet wat er aan de hand is. Het is een zondag, hè? Ja, dat is het ook. Zou ze juist vrije tijd moeten hebben, hoor. Ja, dat zou je denken, ja. Nou, we hebben wel een mooi weer in Den Haag, maar ja. Ik weet nog of het overal in de wereld nu is. Ja, ik snap niet waarom het zo is. Het is toch zonde. Ze willen niet spelen. Ik ben bang voor Zangief. Ja, dat snap ik. Dat is het. Kijk, hoe groot hij is. Ja. Zijn arm is even groot als mijn hoofd. Ik kom net bij zijn chest daar, denk ik, man. Dat is gewoon... Dat is gewoon nasty. Oké, ja. Even zien. Het zijn nog meer leuke combos van Sarajevo natuurlijk. Lukt denk ik niet. Dat is wel een goeie. Dan zou je daarna eigenlijk die EX moeten doen. Dat was ook mijn bedoeling, maar mislukt. Ik heb ook een hele simpele. Waar je gewoon rechtop staat. Ja. Maak het wat makkelijker dan dat je altijd alles crouching doet. Hoppa. Nou, dit duurt echt lang. Echt ziek. Ja. Even zien. Ik nog op andere manier zoeken. Misschien op een ster laag zetten, maar... Ja, dan ga je wel met een verbinding. Maar ja, hij vraagt het, hè, of van tevoren of je wil spelen. Dus dat is waar, dus we kunnen altijd nog controleren of het echt goed genoeg is of niet. Ga zo terug naar de instelling, volgens mij. Naar de... Oh, nee. Ja, casual match uit baas. Nee. Maar dan zou hij nog sneller moeten vinden als hij. Ja. Ja, nee, daarom. Dus ja, het duurt echt heel lang. We kunnen in ieder geval naar schapen kijken op de achtergrond. Ja, die zijn heel mooi. En fazant. En interessant heel erg. Ja. Vogeltje. Nou, als we zo doorgaan, we hebben maar 2,5 match. We hebben een match, we hebben een match! Eindelijk, dat duurde echt heel erg lang. Dat duurde een eeuwigheid. Precies. Ha, Joey in je beeld. Dan zie je toch dit. Beetje warm? Ja, best wel. Voel je de pressure? Ik voel de pressure. Ik voel de druk. We gaan het gewoon doen. Give the Chief. Jij Give moet winnen. Chief. Ik moet winnen, ja. Ik heb wat goed te maken van vorige aflevering, maar ik heb 1 aan het verloren. Bruno? Bliskin. Ik zat even te kijken, Spin number 3. Nee. Die fout mag niet meer gebeuren. Even checken, weet je. Het is al met zekerheid weten. Ja. Maar hij is nog steeds undefeated, weet je. Dus, ja. Wat gaat Pliskin doen? Zal hij als eerste inspringen? Ja. Hetzelfde. Die heb je heerlijk gepakt. Ja. En hij durft niet. Hij durft wel, hè. Oh ja, het moet vast aan elkaar. Althans, ja, precies. Ja, ik wist je had wel. Niet op hem moeten rushen. Ja. Ik wil dat hij nog niet echt zo goed is inderdaad. Dit skin. Even vastgepakt. Ik had hem eigenlijk ook met de drie vast kunnen pakken. Hij is bijna gestun. Oeh, hij heeft me goed gepakt met de IX. Netjes. Niet geluid. Netjes. Eerlijk, dat was een mooie ronde. Ja, ik kon veel druk op hem zetten. Want hij strafte me luchtsprongen niet af, hè? Klopt. Hij doet geen Shoryuken, dus ja, dan is het makkelijk om het te doen. Het is volgens mij nog niet zo'n ervaren speler. Precies, dat is het ook niet. Ja. Ik ging indashen. Blijf me ook niet doen. Hij blijft elke keer die low kick doen, dat is slim van hem. Ja, ik blijf gewoon dan dezelfde combo doen, want dat kan gewoon. Als het werkt, werkt het. Precies. Zolang iemand er niet van leert.
ze sneller waren ook eens niet. En ja, ik moest heel even concentreren op het laatste, omdat ja, een klein stukje had je. Een klein stukje leven had ik nog. Dus die heb je erg goed gepakt. Ik moest gewoon even timen. Het ging wel netjes. Kan altijd beter natuurlijk. Maar... dat altijd. Precies. Maar een winst is een winst. Sankief is level 1 geworden, weet je. Dat is, Level 1. Dat is ook een prestatie. Ja, knap van hem. Nou, we zitten nu weer op 600 punten. We gaan hard en lekker. En gaat deze persoon een rematch willen of niet? Of die nog een keer durft. Nou, hij durft niet. Dus hij geeft op. Ik mag wegrennen met de punten. Nee. En dan is Ibo. Ren ermee weg, jongen. De meest undefeated man in deze game. Er zal vast verandering in komen, maar... ja, maar er is niemand zo goed als jou, Ibo. Dat is waar. Dat is waar. Dat is, dankjewel voor je compliment, joh. Ja, precies. Ik zit er vast wat druk op te zetten. Volgens mij wil je gewoon stiekem dat verlies, maar... Nee. Ik ga je wel. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik zou wel eventjes battle settings gewoon even kiezen voor Ken. En ik zou de controls weer opzetten. Ja, zal ik dat maar even doen? Ik zie heel gek. Ik zie 608 punten staan, maar we hebben 671. Nee, 608. Echt? Ja, 608. Nee, die punten die... Of was het van die andere guy? Nee, dat kan niet. Nee, die punten die je zag, wat we erbij hadden gekregen, dat is al zeg maar opgeteld. Oké. Ik denk dat het is. Ja, dat is het. Ik dacht ook 671. Nou, we gaan even dubbel checken of je wel goed hebt gekozen. Straks. Waar gaan we weer voor Ken? Ken the Man Masters. Ken the Man Masters. Apply settings. En dan even de control settings. Ja, en ook even controleren of het goed staat straks. Gewoon het default zetten. Netjes. Close. En kijk even of Ken goed staat, voor de zekerheid. Dit is goed. Ja, dit is goed. Ja, Ken staat al goed hoor. Ja? Ja. Je 100% zeker? 100%. Oké. Okay. Het ding is dat we net ook naar ons beste. Nu laat je me gewoon twijfelen. Ja, zie je, staat goed. Ja, weet het gewoon. Nee, maar ik wil gewoon dubbel checken, want ik heb ook wel eens gedacht dat het goed stond. Maar jij kan ook wel een beetje met zo'n kies spelen, hè? Ik kan een beetje. Ik heb wel een paar keer met hem gespeeld. Nou, hij is best wel een nice character mee te spelen, alleen hij heeft niet zo heel veel opties om naar binnen te komen. Je moet een beetje geduld met hem hebben. Ja, met de jab kan je niet vastpakken, zeg maar die staande jab. Met de crouching kan je hem. Hopen dat jij wel snel een match vindt. Het duurt vandaag heel erg lang. Ja, ontzettend lang inderdaad. Nou, ze hebben geen zin in. Ze willen niet. Nee, ze durven ook gewoon niet. En best wel terecht ook eigenlijk. We zitten nu boven die 500 punten. Hè. Ja, dus. Dat is oh, nou. Je hebt toch best wel snel. Ik ben gewoon gehoord. Je bent gehoord, ja. Nou, ik ben echt benieuwd, hè. Je mag nu ook geen misstapje maken. Nu komen we in de moeilijke territory. Dit is, we gaan langzaam omhoog. Op onze weg naar 1000. Ja. Uh-huh. En dan begint het. Dan begint de ellende, kan ik niet vertellen. Nou, ben benieuwd. Dan wordt het alleen maar geschopt worden en vallen. Ja. Dat je dan denkt, hé, ik wil eigenlijk best wel goed Street Fighter. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Chun-Li, schoolboy, 5678. 790. Wat we in ieder geval wel weten, is dat deze jongen kan tellen. Dat... want 5678 is moeilijk. En misschien, waarschijnlijk heeft hij dat geleerd op school. Ja, hij is de schoolboy. Ja, waarschijnlijk omdat hij misschien gewoon schoolboy wil hebben, maar ja. Ja. Andere... we zullen zien! Cijfers waren in gebruik, dus ja. Chun-Li heeft wel een aparte kleur, een beetje Black Widow. Kijk uit voor die distance, kijk uit voor die schoppen van daar. Zo, die ging ver, die crossover. Ja, nou, heerlijk combo. Ja, jammer dat je niet af. Dat is normaal jouw bread and butter combo. Ja, de vastpakken zijn van het ook. Oh, slim afgewacht, maar ja, het heeft er wel een EX bar gekost en ja, maar heel weinig geld. Dus ja, of ze dat nou zo wou, weet ik ook niet. En
Omdat Bukken laat gewoon zien dat ze aan het charge is op dit moment. Oeh, dat is echt een hele damaging combo. Heel nice gedaan. En let op, met die V-trigger van haar raakt ze dubbel. Dus elke hit is dubbel. Dat ben ik goed gepakt. Je moet goed opletten op haar charge moves. Precies, man. Ja, dat is ook heel erg geduldig. Precies, dat moet ook met Chun-Li, anders kan je er gewoon niet meer winnen. Als ze naar achter loopt, dan weet je dat ze iets aan de charge kwam. En als ze staan naar achter loopt, kan ze alleen maar die bal schieten. Als ze bukt, dan kan ze twee van die dingen doen. Dat zijn de dingen die je moet doen. Ik ben blij dat Chun-Li nu speelt, want je speelt goed. Die trigger duurt ook lang, hè, lijkt het. Ja. Zo, ik kan nog steeds. Ik heb er vertrouwen in. Heerlijk. Dat is een goede ronde. Het is wel goed. Ja, dat was even het is geduldiger dan mij, maar... Ja. We zullen zien. Nog zo'n ronde en je hebt een goed bezig. Helemaal aan het openmaken. Nee, zonde van je bar is er ook. Ja, ik ga er maar even afstand. Oké, dan kun je punishen. Lekker. Ze zit even vast. Goed risico. Wordt het heel close nu. Juist, oeh, dat was echt heel erg. Ja, dat ging je bijna. Dat was mijn eerste verlies bijna. Maar je moet er de runback geven. Ik moet wel doen. Ja, dus je moet er en dat geven. Wil ik ook, want ik wil deze wel goed winnen. Nee, dat is ook zo. En als je weer wint, is het toch weer extra punten. Maar ja, vraag je. Durft ze nog? Ik denk het wel. Ja, want het was best wel close. Over. En ze wilde die punten die ze heeft verloren, was natuurlijk wel terug. Uiteraard. Oh, nou, ze durft niet. Nee. See, ik vond dat het gelijk opging. Ja. Dus, Schoolboy 5678, je bent een lafaard. Zeg het in de kant. Zeg het. Ik weet dat je van Zweden komt en dit nooit had bestaan, maar je bent een lafaard. Nee, ik vond dit wel een spannende potje. Ja. Ik heb een beetje te fast gespeeld. Nou, return to main menu. Ja. Maar een winst is een winst. Dus, Nou, iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de aflevering leuk vonden. Dit was alweer het einde van aflevering 4 van de Helaas Basis. Helaas alweer. Ja, en als jullie het leuk vonden, like en subscribe hieronder, dat helpt ons ook natuurlijk. En Ibo, waar kunnen ze ons allemaal op vinden? Jullie kunnen ons vinden op Twitter, Instagram, Facebook en uiteraard op YouTube. Dus zorg ervoor dat je ons liked, subscribe en nogmaals bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer. Gamesen!